Maar als je dit op een borrel serveert, denken mensen echt wow. Normaal zou ik er zeg maar 10 jurken van kopen. Dat was het leven van Charlotte vandaag. Ik ben heel blij dat ze leuk thuiskomen. Ze hebben nu ook dit. Hoe weten ze dit? Dat wij heel veel gember winnen. Want we hebben wat te vieren. Wil je zelf vertellen wat we te vieren hebben, mama? Hij staat leuk. Robin, ik ben niet aangekomen op de weegschaal. Ugly Instagram background location gevonden. Ik zie mezelf al op de wc zitten. Ik ben Charlotte en ik ben Tel. Goedemorgen, ik zit op de fiets en ik weet niet of dit typisch iets voor mij is. Wow, je ziet dat ik heel moe ben. Maar ik heb dus een jurk aan. En het regent en het is heel koud. Maar ik dacht dat het 20 graden zou worden. Vandaag hebben we studiedag. Dit jurkje is trouwens een beetje gekrompen, heb ik het idee. Waardoor die net een beetje kort is. En dat vind ik erg jammer, want dit was juist voor mijn werk geschikt. Dit is mijn nieuwe jasje van Come Get Fashion. Ik weet niet of jullie die video al gezien hebben. Hij is heel groot wel. Dus ik zou hem denk ik leuker vinden op iets straks. Want nu heb ik en een wijd jurkje en dit is wijd. Snap ik wat ik bedoel? Maar ik vind hem dus geweldig. Kijk, ik zou het leuker vinden als hij gewoon juist wat strakker zat. Maar studiedag dus. Het is fijn omdat je en weer al je collega's ziet en je gaat gewoon vergaderen, dingen bespreken. Maar ook dat je wat zelfstudie hebt en kan je gewoon heel lekker inkomen in de week. Dat zoals ik al zei, ik vind het echt heerlijk. Oké, doei. Vet lekker vroeg voor mezelf als avondeten. Oh, eerst moet deze even naar buiten. Deze. Hey, hier is de kitten, hè? Super lekker, kijk. Deze heb ik echt nog nooit in de korting gezien. Wel die met pompoen of zo, maar deze leek me heel lekker. Ik hou niet zo van bieten, maar daar hou ik wel van bieten. Nou, hangt vanaf. Bieten, pizza. Kijk, ik kan het even zelf lezen. Ik ga jullie straks even laten zien hoe die smaakt. Weer even wat voor jullie proeven. Dit is... Dat is ook in de korting. Oh. In wijn gerijpte Spaanse geitenkaas. Romig, rijk en licht zoet van smaak. Ik weet niet of ik dit nou zo'n succes vind. Het is gewoon rode wijn met kaas. Ik vind dus bij een borrel, hij is heel zacht. Oh, het is wel bijzonder. Wow. Ik vind dus altijd, als je wijn drinkt bij kaas, vind ik de wijn naar olijven smaak. Ik hou er gewoon niet van. Het is eigenlijk heel raar. Ik ga die nog een keer kopen. Maar als je dit op een borrel serveert, denken mensen echt, wow, wat is dit? Heel bizar. Echt alsof je geitenkaas in wijn hebt gelegd, rode wijn. Maar hoe kan het dat dit nog zo mooi wit is? Alleen de korst. Ah, de korst heeft natuurlijk erin gelegen en dan trekt het smaakje erin, maar niet de kleur of zo. Oké. Okay. Week vlog in de upload en de pizza. En als je had gezegd dat je dit at in een heel mooi restaurant voor 15 euro of zo, had ik het ook geloofd. Kijk dan. Wowie. Wat vinden jullie? Eens of niet eens? Trouwens niet, ik heb mijn Bobbi Brown masker weer op. Echt nodig. Het is niet zo als broccoli rijst of zo dat het alleen van broccoli is of alleen van biet hoor. Oh, het kruimelt wel. Oeh, persoon wil van eraf. Kijk. Wow. Je moet echt wel geitenkaas houden. Ja. Er zit een geitenkaas op en een haar van een kat. Geen tomatensaus. Het is heel lekker. Het is echt wel een aanrader hoor. 7.2. Bueno. Goedemorgen. Ik ga vandaag mijn eigen oorbelletjes in doen. Deze voor het eerst. Ze staat al ingepakt. Ik ga ze eruit halen en ik ga ze indoen. Kijk, ze zijn zo leuk. Dit is echt super cute. Hallo, ik ben thuis van mijn werk. Ik ga lekker gezond koken. Ik heb zo'n opgezet gezicht. Het komt puur door echt weinig slaap. Weer geen zon, waardoor pit en zo. Ik heb deze Italiaanse roerbakmix die gisteren op moest. Nog een halve paprika die we nog hadden en wat zachte tomaten. En deze mix ga ik allemaal bakken. En dan deze curry erbij. En kikkererwten. Dat wordt best wel een lekker voedzaam, gezond, heel veel groenten. En heb ik ook lekker voor morgen als lunch. Vet chill, die ene groente die is zeg maar zo klein dat het helemaal verbijt in de saus. En die saus is gewoon kokosmelk met kruiden en groenten. Het is ook weer groenten. En dan dit is lekker wat meer voor een bite. En dan kikkererwten. Dus het is echt super chill eten. Heel gezond. Ik bedoel, gaat iemand mij nu zeggen dat dit niet gezond is? Nee toch? Dat is het. Ik heb het uiteindelijk met die rode curry gedaan. Want daar heb ik nog 2 potten van. En die moesten ook eerder op. Maar ik heb een beetje spijt ervan. Want ik vind dat niet zo... Ik vind dat minder lekker dan die gelige oranje curry. Nou. Niet dat het heel lekker is of zo hoor. Maar wel gewoon gezond en
lekker voor hoe gezond het is, zeg maar. Oké, jongens, ik weet dat ik een beetje gek aan het worden ben, want jullie kennen mij. Ik gaf altijd heel weinig geld uit aan kleding. En nu heb ik een Freebird jurk gekocht en dat is wel duurder en daar ben ik erg blij mee. En toen zag ik bij Ines op haar Instagram dit jurkje. En ik heb nu geen BH aan trouwens, je ziet het niet eens. Ik vond hem fantastisch. Echt fantastisch. Roze met rood. Gewoon helemaal verliefd. Dus ik zoek. En dat jurkje kost gewoon 180, 190 euro. Echt belachelijk gestort. Maar echt het geweldigste jurkje op de wereld. En je hebt dus alleen maar een XS, S en M. Dus ik denk, ik ga het nooit passen, maar ik ga het proberen. Er zit hier trouwens een knoopje, die kan je ook open doen. Hij lijkt niet eens zo geweldig volgens mij nu. Oh, die heb ik dicht gedaan, anders zag je niks. Best wel een kort jurkje. Wat is het dus? Ik heb dit dus besteld. En toen kreeg ik dus vandaag een mailtje van eerst een 25 euro cadeaukaart voor Bijenkorf. Dat betekent dat ik nog maar 155 zou betalen voor dit jurkje. Wat nog steeds gestoord is, 155 euro voor een jurk. Normaal zou ik er zeg maar 10 jurken van kopen. Maar ik heb nu iets van, ja, ik werk nu fulltime. Ik heb geld. Ik wil iets meer geld gaan uitgeven aan mooiere producten. Dus ik heb hem net besteld met de kortingscode. Dus dan ga ik deze terugsturen. Deze wordt net bezorgd. Het is echt al 9 uur 's avonds. Ik had avondbezorging gedaan met Bijenkorf. Hij was ook heel lang uitverkocht. En nu is hij er dus weer. Ik vind hem zo geweldig. Ik vind hem zo geweldig. Echt. En dan denk ik van ja, ik verdien nu geld. Dus waarom niet? Maar het is gewoon een gestort bedrag. Goedemorgen. Ik moet even Sira nog omdoen. Dan ga ik weg. Ik wou het jurkje doen, maar ik wou deze schoenen aan en... Ik zie nu dat dit er echt niet bij staat, dus ik ga gewoon even snel weer mijn zwarte t-shirt kennen. Je moet nooit iets nieuws aantrekken als je naar je werk moet, wat je nog niet weet hoe je moet combineren. Tip van moi. Oké, weer deze look. Oh, hij blijft echt te groot. Dit is echt een Charlotte outfit. Dit vind ik zo chill, zo'n outfit. En ik heb mijn oorbelletjes in. Ik draag heel veel mijn eigen oorbellen. Maar ik vind ze gewoon echt geweldig. Doei! Hallo, leuke weekvlog dit. Ik fiets naar huis. In mijn nieuwe lievelingsjasje. Slecht weer, maar het is wel warm. Dat was het leven van Charlotte vandaag. Doei! God! Ik ben heel blij. Het is niet eens heel leuk voor jullie of zo, maar ik ben heel blij. Ah! Ik heb nieuwe sieraden binnen. Dus ik kan nieuwe oorbellen gaan maken. Ik wilde eigenlijk wachten zeg maar, met meer oorbellen gaan maken als het een succes was. Nu heb ik pas 3 bestellingen gehad. Maar ik vind het zo onwijs leuk om het te maken. Dus ik kan aan de slag met nieuwe oorbellen. Zoveel zin in! Bobby, we kunnen eindelijk nieuwe oorbellen maken. Hij zit echt 2 uur lang bij mij als ik sieraden maak. Hij vindt het fantastisch. Kom, we gaan de spullen pakken om het te maken. Kom. Oké, jongens, mijn jurkje is er. Zeg maar nu met korting. Het is gewoon hetzelfde jurk hoor. Ik vind het toch wel echt geweldig. Ik heb er nu wel gewoon een BH onderaan. Ik film even met mijn zoomlens. Ik heb net productfoto's gemaakt van mijn oorbellen. Deze lens is heel erg ingezoomd. Hallo, stoel. Ja, ik vind hem echt geweldig. Echt geweldig. Ik hoop echt dat mensen mijn oorbelletjes gaan kopen. Het lijkt me erg leuk. Nou jongens, dit zijn echt mijn nieuwe lievelings. Goedemorgen. Ik heb dus geen eten. Oh, pardon. In huis. Heel erg zon. Komkommersalade en ik hoop dat ik nog crackers op mijn werk heb. En ik heb daar yoghurt staan, maar dat is het ook. Heel erg balen. Slecht voorbereid. En ik moet nu weg. I'm wearing my new earrings en puist. En ik ben wel heel erg blij toch met dit jurkje van Fila die ik dus bij Weekamp heb besteld. Want ik vind het echt zo'n degelijk, net, mooi jurkje. Toch echt wel leuk. En voor zwart vind ik ook niet altijd leuk met blote benen, maar dit wel. Ik ga snel naar mijn werk. Ciao, ciao. Hey, jongens, ik kom net... Hallo, Charlotte in de spiegel. Ik kom net thuis. 5 uur. En ik heb iets heel erg leuks. Dit is trouwens een samenwerking waar ik heel blij mee ben. Want ik heb echt met Mopper heb ik een keer een winactie gehad. En ik heb 2 horloges van ze. 2. Waar ik heel blij mee ben. Deze. Dat krijg ik eigenlijk elke dag. Waarom heb ik deze niet klein? Ik mocht 2 horloges uitzoeken. Ik had een vriendin om advies gevraagd, Linda. Want ik heb dus niks met goud. Maar je hebt gewoon echt gouden sieraden nodig in je leven. En ik heb dus deze in het zilver en in het goud. Maar merkte ik geld met wit minder vind. Dus toen dacht ik, ik wil dit eens proberen. Wauw. Goud met zwart. Deze jammer dat ik nog niet mijn mooie lens heb. Deze horloges zijn zo mooi. Ik moet zeggen dat ik goud met zwart inderdaad, dankjewel voor de tip Lin, heel erg mooi vind.
En ik ben hier zo, ik denk dat ik dit echt geweldig ga vinden. Volgens mij heb ik deze in het klein. Met een zwart. Ja. Mooi. Ik heb nooit zwart. Wauw, ik ben heel blij met deze beslissing. Kijk. Ik weet niet waarom, ik word veel blijer van zilver dan van goud. Goud is gewoon, je hebt het soms gewoon nodig. Soms moet je gewoon gauw sieraden, goud horloge. Dit, die ga ik meteen even pakken. Is dus hetzelfde horloge, maar dan de kleine versie. Ik heb ook een kortingscode bij Mockwork. En best wel een goede. Ik heb nu een soort nieuwe, volgens mij. Misschien niet hoor, maar het staat in de beschrijving. Oh wow, waarom ik ook zo fan ben van deze horloges is omdat je ze heel chill dicht kunt klippen. Ik vind het zo lekker zitten. Ik moet het nog gaan verstellen op mijn eigen maat. Je hebt het misschien wel vaker in mijn vlogs gezien. Dit, elke dag draag ik het en het ziet er nog uit als nieuw. Ik ben zo fan van dit horlogemerk. Heel blij mee. Heel erg bedankt Mockwork. Goed, dat is leuk thuiskomen. En ik heb weekend. Lekker. Vanavond niks doen. Helemaal niks. Ik heb afgezegd wat ik zou gaan doen vanavond, want ik ben kapot. Die land is zo raar, ik zit op het balkon en ineens begint het keihard te regenen. Ik wou zeggen, de laatste tijd, het zijn pas 3 dingen, maar toch. Ontdek ik weer even een paar dingen die heel goedkoop en caloriearm zijn. Denk ik. In ieder geval niet calorierijk. Die heel lekker zijn. Terwijl ik laatst weer tomatensap besteld op het terras toen met Ruben. Toen dacht ik ineens, oh ja, dat vind ik heel lekker, dat moet ik kopen. Ik ben het weer vergeten. En zo at ik gisteren augurken. Dat ik denk, ja, dat vind ik heel lekker. Snackje. Weinig calorieën. En nu heb ik dus echt honger. Ik had al avondeten kunnen maken, maar ik weet dat ik als ik nu zo vroeg eet, ook straks weer honger. Dus ik denk, ik had spinazie à la crème gekocht. Ja, het was niet super gezond zijn à la crème en diepvries, bla bla. Ik heb het nu niet over gezond, ik heb het over niet heel veel calorieën. Het is bijna een soort soep. Ga ik gewoon een hele pot spinazie à la crème eten en ik vind het heerlijk. Dat was vroeger echt mijn lievelingseten. Dat wil ik even zeggen. Ik ben benieuwd of mensen nu gaan zeggen dat het niet goed is. Als ik dit op mijn werk kon eten, het is lekker zoutig. Je echt kracht van. Het is zo lekker. Dus dat kost 50 cent. En dat is top. Dat wil ik even delen. Ik heb weer nieuwe bedels binnen. Super leuk. Ik heb hele mooie foto's gemaakt gisteren. Nou ja, hele mooie. Goede lens. Met mijn oor. En ik heb niks verkocht nog. Echt jammer. Ik vind het serieus hele leuke oorbellen. Ik krijg er allemaal complimenten over in het echt. Maar niemand koopt ze. Maar toch? Ik wil ze dus maken, maar ik maak nu van elke maar eentje voor de foto. Als het dan besteld wordt, ga ik meer maken, want anders is het echt zonde. Ik heb nu van de eerste lading met die leopards en zo, hoe spreek je het nou uit, heb ik echt al 6 per stuk, zeg maar, per soort gemaakt. Maar het wordt toch niet verkocht, dus dat is zonde. Maar ik heb nu echt zin om te maken, dus ik ga ze weer maken. Ik heb er echt heel veel. En heel veel kan ik maar 3 paar maken. Dus dan is het gewoon op is op en ik weet niet of ik dan nog een keer ga bestellen. Dus dan is het ook een beetje exclusiefachtig. Oké, tjallas. Morgen jongens, ik ga een video opnemen. Ik ben even de camera aan het klaarzetten. Maar hier zit een dikke big. Hi Bobby. Bobby. Hey. Je hebt het niet de goede. Je hebt het niet representatief om te kijken of het beeld goed is. Want je hebt het veel te klein. Je bent veel te klein. Zo moet je zijn. Ik heb nu nog 25 minuten en dan moet ik in de auto zitten. Dus ik ga heel snel douchen, want ik ben helemaal bezweet. Jongens, het is 29. Ik heb dus een combi op van Ted Baker, die ik dus laatst heb gekregen. De lichtroze. Oeh, ik heb een beetje... Mijn make-up is niet zo goed meer. Niet deze. En deze heb ik ooit gekregen als op Nina Ritchie Lair. Gekregen ooit op mijn stage. Het is niet heel mooi als je hoofd heel rood is bij zo'n jurk. En ik heb weer te weinig geslapen. Dit komt echt door slapen. Mij gaat hangen. Ja, ik ben dus helemaal bezeten van die video. Daarom ben ik nu een beetje rood. Ik poeder het zo nog even bij. Ik ga nu weg. Gordijn dicht. Voor de katten. Die hebben dan echt een rot uitzicht. Vandaag vind ik altijd zo zielig. Maar anders wordt het bloedheet. Kijk, dit is het. En de gang natuurlijk en zo. En de keuken. Maar het is zo zielig. Nou ja. Mijn alle gordijnen zijn dicht. Ook in de slaapkamer. Ik ga mijn haar vast doen. Dit is niet... Oké, hallo jongens. Ik vergeet altijd hoe vervelend het is om te rijden in Hilversum. Want als je één keer fout rijdt, dan moet je echt een kwartier omrijden. En ik was even vergeten hoe leuk dit is. Ik ben al heel lang niet bij Sumo geweest. Maar je kunt het dus zo doorgeven. En Jimmy heeft een speciaal kaartje omdat ze vegetarisch eet. Maar ik ben er dus een tijdje niet geweest. En ze hebben nu ook dit. Mini Pokeball. En wat had ik nou nog meer? Rainbow Maki. En deze met avocado erin. En deze temakis. Echt heerlijk. Dit is dus
Ze hebben geen handrolls meer, maar dit. Ik ga het nu proeven. Oh, hallo, het valt helemaal. Ze vroegen om gember. Maar hoe weten ze dit? Dat wij heel veel gember willen? Nee, ik vind die ook niet lekker. Hoe weten zij dat we dan meteen heel veel willen? Dat hebben we niet gezegd. Nee, dit was de eerste refill. Weet je, omdat nog nooit iemand... Kijk hoeveel. Ik heb niet zoveel gevlogd, maar dat is altijd als je met een vriendin bent die niet van... niet op beeld wil, dan vlog je toch gewoon weer snel. Nu gaan we nog... Dan heb ik nog 40 minuten ongeveer, dan moet ik naar mijn ouders. Dus we gaan nog even de Primark in. Ik ga nog even langs Pipo's om te kijken of ik nog wat leuks zie voor mijn sieraden om te maken. Ja. Het is mega gezellig, ik vroeg hier me niet van de week. Want ik ging al naar mijn ouders, dus hebben ook nu in Apeldoorn. Dus tussen Weesp en Apeldoorn, Hilversum is wel iets dichter bij Weesp. Maar toen dacht ik, waarom gaan we niet even in Weesp, in Hilversum? Dus ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Het was super gezellig. Lekker lang zitten, lekker eten en chill. Ik heb nu alleen niet echt zin in een borrel. Sorry, op mijn mam. Maar ik heb straks wel zo weer honger. Het is nu 5 uur. Ik zei dat ik iets later zou komen, dat het zo gezellig was. Ik zei 5:30. Dus mama, oké, maar niet later. Dus het is 20 minuten rijden. Dus hopelijk rijd ik niet verkeerd, want ik reed net dus verkeerd. En dan, dus ik heb 10 minuten speling, zodat ik echt niet te laat kom. En het is heel heet in de auto. Ik wil wel even mijn shirt aantrekken. Ja, dat kan je in de video. Ja. Mijn vader zit naakt, jongens. Hij gaat zich nu aankleden. Want hebben we wat te vieren. Wil je zelf vertellen wat we te vieren hebben, mama? Ik heb het nog niet verteld aan mijn kijkers. Oh. Nou, de moeder van Charlotte, ik dus, die wil al heel lang juf worden. En ging ooit Japan studeren. Omdat de ouders zeiden van, joh, kind, ga naar de universiteit. En nu, nadat de kinderen en alles uit huis is en klaar en ze nog 15 jaar kan werken, heeft ze een knop omgezet om... het geschiktheidsonderzoek te doen om het onderwijs in te mogen stromen als zij instromen. En dat was best wel een moeilijke klus. En dat gaat niet vanzelf, het is maandenlang geweest. En nu ben ik geschikt bevonden en mag ik na de zomer starten als juf. Yay. En moet ik in 2 jaar mijn volledige pabo-diploma halen. Goed hè? En daarom drinken we champagne en we hebben een borrel. Lekker. Papa heeft zijn shirt aan. Ik wil je ook even wat. Kunnen je collega's je bewonderen? Ik denk dat ik heel erg ongeschikt ben voor het onderwijs, voor, als kinderjuf. Ja, ik denk als kinderjuf zeker, ja. Als kinderjuf ben ik echt ongeschikt. Oh. Mama snapt het niet. Zo dan. Omdat je geen vrouw bent. Ja. Nee. Maar het onderwijs op zich lijkt me wel heel erg leuk. Oh ja, nee, kijk. Dat is wel een rare opmerking. Ik dacht, jij hebt er wel geduld van. Nee, ik vind het heel erg leuk om mensen op te leiden. Dus ik vind het heel erg leuk. Ja, maar dat doe jij ook op je werk, maar dan met ouderen. Nou ja, hoe heet het? No. Jongvolwassenen. Ja. Dus ik vind opleiding wel heel erg leuk. Ja. Heb je al een foto van jezelf? Nee. Ja, Pat wil nog wat zeggen. Weet je waar ik heel erg trots op ben? Dat is mama op de 54ste dit nog voor elkaar krijgt. Dat ze dus juf kan worden. En wat ik het ja, maar dit is een vechtertje. Wat ik het allerleukste vind is, ik kan me voorstellen dat de moeder op een gegeven moment juf is en de dochter het ook nog. Wat ik zo ontzettend leuk vind is dat jij dus eerst juf bent en dat de moeder eigenlijk daarna ook juf wordt. Ja, schattig. Dat vind ik echt geweldig. Ook leuk, hè? Wat Amsterdam op Facebook. Ik kan me niks leukers voorstellen. Ik kijk nooit meer op Facebook. Oh. Maar mama die heeft ook op mijn werk, waar ik was net werk, heeft ze ook een paar keer meegelopen met collega's. Nee, niet met keer. Mij. Met 4 keer? Met 4 collega's? Groep 8, groep 4 en groep 5. 3 collega's. Ja. Ja. Heeft en je meegekeken? En die spreekwoord in die beide groep 3. Oh ja, en ze heeft spreekwoord gedaan. Maar overigens ook, nu zou ik het totaal anders doen. Ja, ze heeft echt al heel veel geleerd. Zon. Echt totaal anders zou ik dat niet doen. Geweldig. Kijk, zo valt de jurk dus als je een maat te groot hebt. Maar zo hoort het dus te zitten. Ja, zwangerschapsjurk bij jou. Zet het knoopje dicht. Oh, dus hij is bij jou gewoon veel te diep. Ja, hij is gewoon te groot. Maar, wow. Dit is leuk bij jou. Ja, maar kijk, doe eens als het omhoog waait. Zie je dan inderdaad je billen? Oh, maar... kijk, een zomerjurk. Oh, maar bij jou is die ook kort, hè? Dus die lengte blijft kort. Ja, maar ik weet niet heel veel korter dan jij. Nee, maar ik dacht... smaller. Ja, grappig, want hij maakt je wel... Het is dat je het benen dun zijn, maar hij maakt inderdaad wel dik. Hij maakt niet dik. Oh, nee. Hij staat leuk. Oh. Wil je die als cadeau? Nooit, denk maar. Hij staat er fantastisch. Hallo, ik heb even het andere jurkje aan, want het was een beetje warm. Wow, het is al 7:30, maar ik had dus geen honger. Logisch. En het is heerlijk te kletsen. Eerst met mama, nu met papa. Toen met mama en papa. En het is super lekker, we zitten heerlijk in de tuin.
En die staan op een statiefje nu. En ik voel me erg happy. En we gaan zo lekker hamburgers eten. En mijn ouders waren vergeten dat ik geen vlees eet. Dus ze hadden gelukkig ook vegetarische hamburgers. Kijk, daar is papa. Vindt hij wel leuk in de vlog. Papa... Oh, was dat shine hoor. Hij wou een beetje stoer doen. En toen ging het fout. Maar papa werkt natuurlijk bij RTL. Dus die, zit ook, die heeft ook heel veel te maken met bijvoorbeeld het RTL-MCM voor YouTubers. Dus die vindt het ook heel leuk om daarover te praten. Dus we hadden even voor YouTube gepraat. Natuurlijk wel super toevallig. Gaat hier. Vegaburger. Papa heeft net één foto van mij gemaakt. En hij was vet leuk. En hij heeft hem op zijn eigen Instagram gezet. Echt, vind ik heel schattig. En hij gaat nu voor mij een foto maken met deze naked jurk. En marshmallows, denk ik. Was wat gewoon voor jurk? Ja, van dat is merk naked. Leuk tasje. Ja. Papa en mama vinden mijn tasje ook leuk. Moe, hè? Jij ook, hè? Moe. Niet? Oh. Ik nooit, papa en ik hebben een foto gemaakt. Papa vindt het op zich wel leuk als jullie mij even volgen op Instagram, hè? Ja, tuurlijk, ja. En waarom moeten ze jou volgen eigenlijk? Maakt niet zoveel uit. Ik vind het leuk, maar laat ze jou maar volgen. Doen ze wel, hoop ik. Je haarband vond ik wel leuk. Hè? Ja? Kan ik kringloopwinkel? Okay. Gratis, man. We moeten echt grind op het pad laten. Mama haalt heel veel in de kringloopwinkel. Ja, hij zit rubber in. Ik vind hem wel lekker. Er geeft er zoveel bij die bomen dat ze allemaal overheen gaan bij de buren Robin. Ik heb het 1000 keer tegen die tuinmannen gezegd. Ja, Robin. En ze zeggen dat je het wekelijks 1 of 2 weken moet aanharken waar de open bomen zijn. Dit meisje moet slapen. Een beetje moe. Ja, Robin. Het is altijd fijn om weer bij de ouders te zijn. We beginnen van te wijn. Nee, durf je me naar de tandarts? Ja, maar dan gaat ze... Ze gaat op mijn tandenhals, gaat ze schrapen. Dan gaat ze vocht water erin spuiten en dan zeg ik, auw, zeg, stel je niet aan. Dan zeg je dat je haar niet meer wil. Doei! Heb ik gedaan, handwasstand. Ja, eerst handwasje, dat werkt niet. Ik heb een enorme plek op mijn lievelingsjurk. En mama gaat het proberen uit. Echt enorm. Helemaal geel. Nou jongens, dit is echt super leuk. Ik heb vandaag bewust een rustdagje ingepland. Ik heb trouwens hier contour gedaan, zie je dat? Dus ik stond op en wilde van alles doen. Toen dacht ik, nee, chillen, niet editen, niet dingen doen. Behalve wasjes in huis, dingetjes doen en zo. Dus ik zit echt 3 uur lang in de hangstoel buiten het balkon. Lekker een beetje op mijn telefoon. En ik had het erover met Christina en Rebecca in onze appgroep. Wat is er toch met deze onderkin? Ik ben niet aangekomen op de weegschaal. Nog steeds, het komt echt door vermoeidheid. Van ja, pak je rust dit en dat. Toen zei Chris ineens, stuurde ze een foto op het station. Ik zeg, wat ga je doen? Naar een event. Ik zeg, wat? Een event? Nou, kort maar krachtig. Toen zeiden we van, ze komt gewoon langs Weesp namelijk. Dus op de terugweg laten we een Karmic Bang opnemen. En toen zei ik, waarom ga ik niet mee? Dus toen had ik 1,5 uur, iets korter, best prima, best wel lang. En nu ben ik al klaar. En nu ben ik zelfs eerder klaar, zodat ik echt op tijd ga. Ik heb een nieuw mokburgerdoosje om en van Action dit kettingje als armband. En deze leuke van Primark en deze van mezelf. Maar deze verkoop ik niet omdat ik dit niet goed genoeg kwaliteit vind, dit ringetje. Om te verkopen. Eerst wel, maar dat vind ik achteraf toch niet. En daar is highlighter. Dus ik ga er zo vandoor. En het is een, hoor ik net, zomercollectie van Wenny van Dijk bij Kruidvat. Superleuk event dus. Wist ik niet eens, hoor ik nu net pas. En daarna gaan we dus video opnemen, Karmic Bang van de Burger King. En ook voor Christina iets in de auto opnemen waarschijnlijk. En make-up zit best goed. Ik moet er nog even eyeliner op doen. Dus mega leuk. Ga ik toch weer iets doen. Maar ja, wel, weet je, het is echt gezellig en zakelijk goed. En ja, dus ik ben wel heel blij. En ik heb zalm gegeten en ik stink. En ik ben bang dat het ook op mijn gezicht zit. Omdat ik met zalmhanden mijn make-up heb gedaan. Maar dat hoor ik straks wel van Christina als ik er een knuffel geef. Ik ben er en ik ben voor het eerst in mijn leven een keer te vroeg. Ik dacht echt, ik wil op tijd zijn. Ik wil niet dat iemand op mij hoeft te wachten. Dus ik zou er eigenlijk echt wel om 45 zijn. Dus kwartier te vroeg, dat vind ik heel veel. Maar ik reed weer verkeerd en oh, wat een drama weer op de weg. Ik vind echt dat ik goed rijd tegenwoordig. Mensen zijn echt debiel. Ik zag mijn schoonvader nog in de auto. Vet grappig, die reed achter me met Rubens oma. Maar ik ben er nu dus en het is daarachter. Het ziet er heel leuk uit, maar nu is Chris er dus nog niet. Vet grappig. Huh? Ik dacht dat ik Rebecca zeg, maar dat kan niet. En ik zie allemaal meiden, mooie meiden en zo. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel leuk dat ik mee kan. Dus ik wacht nu op Chris. Oké, we zijn er. Larissa is er ook. Oh, maar jij kwam voor de goede weg. Ik ben met Christina. Hi. En Larissa was er ook, maar die is nu weg. En ik ben dus niet uitgenodigd, maar Chris is wel. Ze heeft een hele tas.
Ja, ik ben vet benieuwd. Kijk, dit vind ik er heel leuk uitzien. Wat is dat? Ik weet het niet. Ik heb hem helemaal niet gekeken. Oh my god! Dat is zo heftig dat ik het echt leuk vind. Ja, cute! Dit is heel erg leuk. Maar dit is waarschijnlijk een collectie voor kruidvat. Dat denk ik ook, ja. Kijk, en het ziet er dus zo uit. En ik zei tegen Chris, beter dat je niet in je eentje bent, want het is echt groot en van wat moet ik doen. Maar wij gaan even rondkijken. Ik ben blij dat je er bent, Char. Ja, hè? En we gaan straks eten. We willen dit graag hebben. Kijk hoe graag. Hoe gaaf. Chat Wendy. Vlogception. Gaan we nu proeven? Allebei in onze allebei. Wacht. Kan niet. Tegelijkertijd. Oh, kijk hoe lichter. Ik zei dus net dat ik lust het niet, omdat ik het zo heb gedronken, maar ik vind deze wel lekker omdat er ijs bij zit. Ja. Ik had het even niet gevlogd jongens, maar ik dacht echt even oprecht dat mijn auto weggesleept zou zijn. Ik wou nog even laten zien hoe ik hem geparkeerd heb, kijk. Je denkt dat het heel slecht is, maar snap je de logica? Als ik verder ging... Ja, ik snap het wel hoor. Het ziet er gewoon zo scheef uit. Zie je die... Ja, niet normaal. Kijk, en hier dus. Kijk hoe vies het raam is. Ik denk dat wij moeten opschieten. Oh, voor het geld. We zijn in de toko, want we moesten voor Kresterkanaal nog een video, maar heel veel is dicht. Dus we zijn in Duivendrecht. En mevrouw staat hier een beetje te neuzen wat we allemaal gaan halen. Maar we willen dus een beetje lekkere dingen, want we gaan eerst dus... Burger King eten en dan een beetje dit als toetje. Maar ook rare dingen. Oké, jongens, dit is even voor de vlog. Gaan we even laten zien hoe wij eten bestellen. Ja, want dat is heel bijzonder. Het is nog geen goed beeld. We hebben nog zon. We moeten nog even poeder op ons hoofd krallen. Ja, we moeten nog even schaduw opzoeken. En we gaan even eten bestellen. Zin in, een beetje burger van Burger King. Nog nooit geprobeerd. Ja, als je het niet lekker vindt, ga ik echt gek worden. Ga jij ook naar Burger King? Ik wil eerst. Karre dan. Je hebt ook Red Hot Pepper Rings. Nee, ik zie mezelf al op de wc zitten en echt heel veel pijn hebben. Ik vind het nog leuk om er nog iets bij te doen. Hier bestellen. Oké. Maar wat voor kleine drinken wil jij? Cola. Cola? Ja, cola. Mag ik zelf nemen? Hoi, mag ik 2 keer een veggie burger menu en heb je daar ook maten in? Nee, net als menu. Veggie burger menu. Ja, ik heb een dubbel cheeseburger menu van 3,90. Ik heb medium friet en medium drinken. Nee, en dan is een dubbel XXL menu. Vega. Het is een grote burger en dan krijgt hij een large friet bij en een large drinken. Nee, ik zei veggie burger menu. Is het aan te veel? Sorry, een? Vega burger. Oh, nee, daar heb ik gewoon een medium of een large van. Ja, of een king size. Medium? Ja, doe maar large. Oké, 2 keer large. 2 keer daarvan? Onion rings misschien ja. Erbij. Wacht even, ik ga een beetje helemaal niks van. Zero is trouwens op. Oh, dan wil ik Fuse tea. Oké, okay. Allebei twister? Nee, eentje. En dan eentje ketchup en dan een andere geen saus. Ja, inderdaad. Ja. Dat was het. Dan wordt het 17:30 zit ik door en naar trouwens. Oké. Weet je wat het is? Die Veggie King is nieuw. Elke keer als ik veggie zeg, zegt ze wat? Oh. Sommigen weten niet eens dat ze dat hebben. Oh. Ik ben Charlotte en ik ben Chel. Ja. Het is mijn favoriete burger. Hij is echt een hele chilleste type. Maar hij is van Ali. Maar hoe? Oh, dit is wel duur. Dit heb ik dus een sticker besteld. Oh. Leuk. Ik zie geen schaduwplek. Maar waarom heb ik zo'n rare pony vandaag of zo? Oh. Kijk, gaan we daar staan? Oh ja, is goed. Ja. Maar dan kunnen ze echt letterlijk gewoon zien hoe ja, wij... Ja, dat is wel awkward. Maar het lijkt alsof het gewoon daar. Tot binnen. Oh, daar gaan 2 video's op nemen. Ja. Let's go. Leuk dat ik het ook hier. Oké. Oh ja, dit was altijd een gedoetje, maar we moeten straks ook helemaal naar achter gaan en zo. Oh, die vetje. Ik heb wel eens 10 minuten gewacht. Oh nee, whatever. Maar ik wil dus niet echt in de zon. Ik kan maar gewoon zo. Of is dat heel hard zo? Nee, auto's moeten er nog wel langs kunnen, hè? Ze hebben dus Fuse tea, ken je dat? Ja, dat is zo'n ijsding. Ja, dat hebben ze dus ineens. Wow. Ja, het was in één keer echt overal. Ja, maar ook in dit dus. Echt een tapje. Even hoor. Jongens, we hebben net opgenomen. Het is hier, ik wil echt weten hoe heet het is. Ik denk 28.
ik denk 2 miljoen graden hier. Denk ik ook. Oh, wat lekker dit ook. Zullen we eventjes een dansje doen of zo buiten? Even. Ja, echt hoor. Oeh. Deze. Hé, hey, je hebt nog drinken. Ja, dat is hier, lekker. Doe alles dit hierin. Oh, Rebecca had haar cola toen laten omvallen in de auto. Nee, wat toen kreeg ik mijn deur niet meer open. Doordat het zo plakte. Toen heeft Ruben het schoongemaakt. Oh my. De beste ugly Instagram background location gevonden. We gaan nu even kiezen, want Chris heeft dus deze hele tas vol. Hier, leg ons op de auto. Kunnen we het hier uitsorteren, dat is lekker. Oh, nee, we doen het niet in de auto. We gaan nu dus even kijken wat ze met haar zusje gaat proeven en wat ze met mij gaat proeven. Oh ja, die rare miso energy drank. Ik moet plassen. Moet plassen? Oeh. Kijk, hier wordt alles nu gekozen. Goed. Ja. Kijk, Chris' klepje is hoger dan mijne. Dus het, we konden het niet zien. Dus nu gaat ze daar kijken. En dan gaan we erop vertrouwen dat het goed is. Bobby, we gaan de weekvlog afsluiten, oké? Bobs. Oké, jongens. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik had iets grappigs bedacht. Want in mijn vlog heb ik gezegd wat voor 3 dingen ik nu weer heb herontdekt om te eten wat weinig calorieën heeft. Als je vlog goed hebt gekeken en je weet de 3 dingen te noemen, laat het even weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd wie er zo goed kijkt en wie het weet. Ook lijkt het me heel erg leuk om een keer 500 duimpjes op de vlog te halen. Ik ben ook benieuwd of dat lukt. Denk niet, maar toch ga ik het proberen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je nieuw was. En sorry dat mijn weekvlog te laat was trouwens. Morgen weer komt een hele leuke video. Ik ben met Ruben online. En volgende week, als het goed is, gewoon weer op tijd een weekvlog. Op de achtergrond hoor je mijn weekvlog nu. Sorry. Doei!